Het ministerie van Justitie en Politie heeft vanmorgen het resultaat gepresenteerd van het eerste onderzoek naar de gezondheid van vrouwen in Suriname. Het onderzoek is uitgevoerd in 2018 door de Inter-American Development Bank, de IDB, in samenwerking met het ministerie van Justpol en de commissie Huiselijk Geweld. Een onderdeel van het onderzoek was huiselijk geweld. Volgens Mariko Russel, vertegenwoordiger van de IDB, is geweld tegen vrouwen een wereldwijd probleem. Echter weten te weinig mensen over het fenomeen geweld tegen vrouwen, zegt Russel. And because the important obstacles in the world that has been observed is the lack of data. We don't know what is happening for in about this very important phenomenon called violence against women. So the lack of data compounds misinterpretations about the scope and the seriousness of the problem and impedes the strong public response towards the violence that occurs in this country as well as in other parts of the world. Patrick Campagne, onderdirecteur rechtsaangelegenheden van het ministerie van Justpol, zegt dat het ministerie de eerste verantwoordelijke is om het probleem van huiselijk geweld aan te pakken. U hoort ook minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Daarnaast hebben de andere ministeries, NGO's en andere instanties ook een belangrijke bijdrage te leveren, willen wij huiselijk geweld effectief aanpakken. Zo heeft het ministerie van Justitie en Politie in het jaar 2017 de Nationale Raad Huiselijk Geweld ingesteld om het nationaal beleid met betrekking tot huiselijk geweld te formuleren en de uitvoering van de acties met betrekking tot huiselijk geweld te monitoren. Om beter beleid te kunnen formuleren en die uit te voeren, is betrouwbare data nodig. Het ministerie van Justitie en Politie is daarom heel blij met dit onderzoek. Uit dit onderzoek hebben wij meer informatie kunnen krijgen met betrekking tot geweld tegen vrouwen en meisjes en hun gezondheidssituaties. Geweld tegen vrouwen, met name intiem partnergeweld en seksueel geweld, is een groot probleem voor de volksgezondheid. Uit het onderzoek blijkt ook dat, zoals de WHO aangeeft, 1 op de 3 vrouwen die in een relatie is, zowel nationaal als internationaal, op een bepaald moment fysiek en of seksueel wordt misbruikt door hun partner. Het ministerie van Volksgezondheid doet reeds haar deel op bepaalde fronten, namelijk door te zorgen voor preventie en zorg van vooral de chronische, niet overdraagbare ziekten zoals baarmoederhalskanker en borstkanker. Dat was minister Antoine Elias van Volksgezondheid en daarvoor Patrick Campagne, onderdirecteur rechtsaangelegenheden van het ministerie van Justitie en Politie. Ze spraken vanmorgen bij de presentatie van het eerste onderzoek naar de gezondheid van vrouwen in Suriname. De presentatie is gehouden in de ballroom van Hotel Turarica.